Het is voor u natuurlijk geen verrassing wie we vandaag gaan volgen. Het is niet zo vreemd dat alle ogen op hem gericht zijn. Hij is de topscorer van de competitie. En dan gaan mensen doelpunten van je verwachten. We gaan het zien. Hallo allemaal, dit is Amsterdam. En we heten u al een hartelijk welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. Het commentaar bij deze wedstrijd komt van ondergetekende Siert de Vos. En natuurlijk hier naast me mijn gewaardeerde collega en vriend Jeroen Grütter. En vandaag mag u gaan genieten van voetbal uit onze eigen Eredivisie. Jeroen, ik heb er zin in. Nou Siert, hopelijk gaan we spannende en aantrekkelijke wedstrijd tegemoet. De sfeer in het stadion is in ieder geval prima. Nummer 6, Davy Klaassen. En nummer 7, David Neres. Vandaag stuurt de coach van Ajax deze elf het veld op. Ze treden aan in een 4-3-3 formatie. Een echte Nederlandse vinding, hè, die opstelling. Of zijn we dan iets te chauvinistisch? Ja, je zou het wel denken, maar oorspronkelijk is het bedacht in Zuid-Amerika. We kijken naar de basisopstelling van de bezoekers. Niet verliezen, dat is de boodschap die deze spelers meekrijgen van hun trainer vandaag, denk ik toch? Ja, zie je het absoluut. Vooral goed verdedigen, geen ruimtes openlaten, niets weggeven. Tja, daar is deze 4-5-1 natuurlijk geknipt voor. Daar was de aftrap van de Amsterdammers. Het duel is begonnen. De bal niet meer aan de voeten. En de bal is voor hem. Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Helaas, de veelbelovende aanval komt toch ten einde. En hier hebben we de man die de afgelopen week groot nieuws was in de sportbladen. Want na lange tijd van aanhoudende geruchten is het nu zeker. Na dit seizoen zal hij niet meer terugkeren in het betaalde voetbal. Nou, wordt dit een gele kaart? Want deze ingreep is dat waard. Nog maar net begonnen ze. En die scheids trekt gelijk de gele kaart. Duidelijk signaal naar de spelers toe. Deze man laat weinig toe. Voor die sliding moest de scheidsrechter wel fluiten. Daar komt de vervanger voor de speler die geblesseerd naar de kant moest. Sneu, maar ja, dat zijn dingen die gebeuren in voetbal. Davy Klaassen. En weer in balbezit. Zet verder door. En een schot. Hij keert dat schot. Hoekschop wordt voorgegeven. De tegenstander werkt hem weg. En weer balbezit na die sterke actie. Hoge steekbal, goed gezien. Op tijd vertrokken. Een hele belangrijke verdedigende actie. Václav Černý.
Goed gedaan. Mooie onderschepping. Hij rukt verder op. En hij komt eruit met de bal. Boom, goal! De 0-0 is van het bord. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Moet je hem zien daar aan de zijlijn. Ja, prachtig. Hij is echt buiten zin door dat doelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij laat de verdediger achter zich. De bal wordt voorgegeven. Ze krijgen die bal maar niet weg. Ajax heeft de ruimte daar gevonden of gecreëerd. Langs de rand van het veld. En die bal is weg. Gevaarlijke hoge bal in de diepte. En nu een inworp. Nu kan de voorzet komen. Bal veroverd in de eigen 16. David Neres. Balbezit veroverd. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Gaat dit wat worden? De bal nu alweer ingeleverd. In de diepte gespeeld. We krijgen nu een doeltrap. Robin Prupper. Ondanks de achterstand houden ze de bal geduldig in de ploeg. Gooit de bal voor het doel. Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks! Deze kan het doel maar makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nachtmerries aan overhoudt. Robin Prupper. Hij pakt die bal. Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Nu snel eruit komen. Kunnen ze die counter afmaken? Nee, die bal moet je beter wegwerken. Dat loopt goed af met die ingreep. Hij zet al vroeg druk. Komt-ie. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekker te voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. Alles klopt hier. Eerst die dribbel, tegenstander voorbij en dan de afronding. Ja, fraai hoor. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie het, dat bevalt hem wel. Vaclav Černý. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Nou,
Ruimte hier voor een voorzet. Dat is geen beste voorzet. Hij zeilt over de achterlijn. Even een momentje voor de herhaling van het doelpunt. Ja, dat is natuurlijk een daverende uithaal. De keeper kan doen wat hij wil, maar die komt er natuurlijk nooit bij. Ajax is de koning van het balbezit hier. En dat zijn we eigenlijk van de Amsterdammers gewend. Die middenvelders lijken haast ongenaakbaar vandaag. Als dit geen monsteroverwinning wordt, nou, dan weet ik het ook niet meer. Zet verder door. Helaas, die veelbelovende aanval komt toch ten einde. Mogelijkheden voor een counter. Goed geanticipeerd op die pas. Hij zit ertussen. Ajax heeft de ruimte daar gevonden of gecreëerd. Langs de rand van het veld. Richting het midden voorgegeven. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Hij zorgt ervoor dat dat schot smoort. We gaan de rust in met 2 tegen 0. Dan ga je lekker naar de kleedkamer. In de wetenschap dat je het beste van het spel hebt. Ze zijn niet vergeten zichzelf daarvoor te belonen. Ja, ze lijken er af te steven op de winst. Prima eerste helft van ze. Daar was de aftrap van de Amsterdammers. Het duel is begonnen. Nog maar net begonnen ze. En die scheids trekt gelijk de gele kaart. Hij rukt verder op. Boom, goal! De 0-0 is van het bord. Hij zet al vroeg druk. Komt-ie! Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen? Ja, de tegenstander zal nu echt van ver. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Vaclav Černý. Ze blijven in balbezit en spelen de bal rond. Totdat er een opening ontstaat. Misschien. Balverlies en de aanval is alweer voorbij. Foutje, bedankt. David Neres. Midden voor het doel gegeven. Die bal kan er gewoon in. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Die geruchten over een nieuwe aanwinst voor Chelsea blijken niet uit de lucht gegrepen. Ze zijn inmiddels bevestigd. Nou, ik verwacht dat ze een goede koop aan hem hebben, hoor. Volgens mij past deze speler perfect bij deze club. Hij rukt verder op. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. Ja, nu kan er een counter komen. Balbezit veroverd. Van deze wedstrijd worden videoopnames gemaakt. Ik herhaal. Vaclav Černý. Voorzet kan vanaf de flank. Tegenpartij aan de bal. Ja, dat zag hij goed en onderschepte die bal. Goeie steekbal. Hoog gespeeld. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hij kon die kans niet verzilveren. Het is een doeltrap geworden.
Er wordt een speler gewisseld. Ryan Gravenberg. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Uitstekend gezien hoor, prima interceptie. Gaat er goed in met een sliding en verovert de bal. Davy Klaassen. Voorzet in het 16 meter gebied. David Neres krijgt de doelkans. Ja, redding. Wat een redding van de doelman. Ja, en die inzet die komt van heel dichtbij. Hè? Dan heb je eigenlijk bijna geen tijd om te reageren. En let goed op en onderschept die paas. Steven Berghuis. De voorzet wordt onderbroken door een tegenstander. Ze gaan een andere speler proberen. Hoekschop komt voor. Nee, hij komt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. De wisselspeler komt het veld in. Ja, fraaie pas hoor. Blijft aan de bal. Nu scoren! Cruciale onderschepping. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Ze kunnen snel uitbreken nu. En ze hebben de bal weer terug. Dit begint er aardig uit te zien. Hij is er voorbij. In het centrum gespeeld. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Ze krijgen het balbezit weer. Nog steeds in aanval. Komen ze toch terug? En dat was toch de perfecte mogelijkheid om aansluiting te vinden? Ja, zonder meer. Een geweldige kans. En daarmee had het nog spannend kunnen worden. De coach gaat wisselen. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Kunnen ze dit snel uitspelen? En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel.
fenomenaal. Een razendsnelle uitbraak en wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg. Hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speeltijd erop. Robin Prupper. Gaat dit wat worden? Oké, we tellen deze mee. Ook al is het bier voor de eer. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En dan de afronding. Ja, het oogt misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet, hoor. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. En nummer 8, Luka Nic. Campuzano. Vervolgt zijn weg naar het doel. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Voor de blessuretijd trekt de field official 3 minuten bij. Steven Berghuis. Nee, de tegenstander komt toch in balbezit. David Neres. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Pieter zet er een punt achter. Zegen voor de Amsterdammers. Ja, prima gedaan. Ze winnen uiteindelijk met 2 doelpunten verschil. Dat is een beloning voor het goede spel. Daar was de aftrap van de Amsterdammers. Het duel is begonnen. Nog maar net begonnen ze. En die scheids trekt gelijk de gele kaart. Hij rukt verderop. Boom, goal! De 0-0 is van het bord. Hij zet al vroeg druk. Komt-ie. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver. Hoekschop komt voor. Nee, hij komt helemaal verkeerd alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde tak. En dat was toch de perfecte mogelijkheid om aansluiting te vinden? Ja, zonder meer. Een geweldige kans. En daarmee had het nog spannend kunnen worden. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Fenomenaal. Een razend.
razendsnelle uitbraak en wat een geweldige afronding. Ah, er zit zoveel... Gaat dit wat worden? Oké, we tellen deze mee. Ook al is het meer voor de eer. Alle camera's zijn gericht op de man van het moment. Hij kende dit seizoen een vliegende start en scoort makkelijk. Nog eventjes geduld, dan kunt u de wedstrijd live meemaken hier op EA TV. Welkom in het stadion. Deze natte dag. Het is niet te hopen dat het dak lekt. Voor het commentaar luistert u vandaag, trouwens ja, bijna altijd volgens mij, naar Siert de Vos, daar ben ik. En naast me zit Jeroen Gruter. Met vandaag een wedstrijd in de Eredivisie. Dit is FC Groningen dat het gaat opnemen tegen Ajax. Mooi, Siert. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is op papier een geweldige wedstrijd. Het zou wel eens sensationeel kunnen worden. Misschien wel historisch. En nummer 14, Patrick Joosten. Zo gaat FC Groningen straks beginnen aan de wedstrijd. Ja, die trainer heeft gekozen voor 4 verdedigers, 5 middenvelders. 1 spitsen. Ja, 1 spits. Is het een 4-5-1? Maar wel een aanvallende 4-5-1 lijkt het. Ja, ja, want dat kun je zien aan die 2 aanvallende middenvelders daar. Vandaag stuurt de coach van Ajax deze 11 het veld op. Het is een overwegend aanvallende opstelling waarvoor de trainer vandaag heeft gekozen. Een 4-3-3. Ja, het is een stuk aanvallender dan het populaire 4-4-2 of 4-5-1. Maar verdedigend ben je met 4-3-3 ook weer iets kwetsbaarder. Gevaar is geweken, de bal is weg. Probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. Ryan Gravenberg. Door op Kudus. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Die voorzet kan eenvoudig worden verdedigd. No problem. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Een belangrijke interceptie op deze plek van het veld. Ah, prachtig. Sterk gespeeld. Goede onderschepping. Zou wel eens wat kunnen worden. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Davy Klaassen.
Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. Balbezit veroverd. De voorzet wordt gegeven. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Daar moet je voorzichtig mee zijn, op die plek. Die bal is een makkie voor de keeper. Wordt onder druk gezet, maar neemt toch netjes aan hoor. FC Groningen bouwt aan een aanval. Zonder bal wordt het lastig scoren. Wat gaat hij hiermee doen? Voorgegeven in het midden. Die bal eindigt niet waar ik hem verwachtte. Dat is een meevaller voor de doelman. Toch geen voordeel, want de scheidsrechter fluit voor de vrije trap. En weer in balbezit. Komt er een doelpunt aan? Boom, goal! De 0-0 is van het bord. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Paas was net niet goed genoeg. Het wordt een inworp. Larsen. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Kijk, dat is goed onderschept. Gaat hij de gelijkmaker erin leggen? De doelman met een redding. En ze krijgen steun van de mensen op de tribunes om uit deze situatie de gelijkmaker te produceren. In het midden van de 16. Nee, daar zit iemand bij. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Hij stoomt verderop. Nou, wat kan hij hiermee? Boom, raak, knal, doelpunt. En nu is het weer gelijk. Nee, hier was geen redder meer aan voor de doelman. Als een speler op zo'n positie de bal krijgt, ja, dan is het bijna een garantie dat er wordt gescoord. En het staat weer gelijk. 1-1. De pas
lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Die kan maar eens een kans opleveren. Komt hij de voorsprong? Het gevaar is nog niet geweken. Ajax heeft de ruimte daar gevonden of gecreëerd. Langs de rand van het veld. De tegenstander zal moeten komen, want anders gebeurt hier niets, vrees ik. Tikken, pasen, ze hebben geduld en ze wachten het juiste moment af. Kunnen ze dit snel uitspelen? Zit de scheidsrechter er hier niet naast? Hij geeft buitenspel, maar het lijkt er niet op. Het leek nog niet op een doelkans, maar toch doet de verdediging zijn werk en zet het buitenspel. Al scheelt het ook weer niet heel erg veel. Davy Klaassen. De spelers van Ajax, ja. Die kunnen dat, hè. Die weten elkaar zo goed te vinden daar. Ze maken een doelpunt en pakken de voorsprong. Ja, kijk eens, het publiek op de bank terecht, want dat was een geweldige actie. Die speler dribbelt de tegenstander voorbij alsof hij er niet staat en dan de goal. Geweldig. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Nog 2 minuten blessuretijd. Gevaarlijke hoge bal in de diepte. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Simpel gelopen tot slot. Daar schiet hij. Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten. En ze scoren alweer. Zo kort op die vorige goal. Tegenstander is het helemaal kwijt. Je hebt geen idee wat er gebeurt allemaal. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester in het veld. Einde eerste helft, vindt de arbiter. Gaat rust in met 3-1. De trouwe supporters zullen dolblij zijn met de afgelopen 45 minuten. Hun ploeg heeft een paar mooie kansen gecreëerd. En mag de tweede helft straks met een voorsprong beginnen. Nou, ik ben ook wel gecharmeerd hoor, van het spel van hun ploeg. Hij zag hem al lang naast gaan. Komt er een doelpunt aan? Boom, goal! De 0-0 is van het bord. Gaat hij de gelijkmaker erin leggen? De doelman met een redding. En ze krijgen steun van de mensen op de tribunes. Hij stoomt verderop. De spelers van Ajax, ja. Die kunnen dat, hè. Die weten elkaar zo goed. Daar schiet hij. Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot.
mooi zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen? Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen. We hebben Ajax in de eerste helft op voorsprong zien komen. Kunnen ze die lijn doortrekken? Ah, prachtig. Sterk gespeeld. Goede onderschepping. Larsen. En ze komen weer aan de bal. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Veel belovende paas in de ruimte. Hij gaat er via de paal in. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En dan is het nog niet zo makkelijk hoor. De rest gaat niet vanzelf. Maar hoe hier wordt afgerekend met de oppositie en hoe de bal in het doel belandt, dat is echt prachtig. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie je het? Dat bevalt hem wel. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Die bal wordt goed onderschept. Kudus. Nou, er werd lang gespeculeerd in de media over deze mogelijke transfer. Maar de papieren zijn nu eindelijk getekend. Nou, absoluut. Ze mogen blij zijn dat ze zo'n enorm talent hebben weten te strikken. Deze jongen heeft het allemaal. Hij is getalenteerd, hij is toegewijd. Als hij zo hard blijft trainen, kan het een hele grote worden. Mooi, langs de tegenstander. Naar de eerste paal. Zag er goed uit. Maar de doelman laat die kopbal niet door. Wil de eigenaar van de auto met kenteken 19AJ95 zijn voertuig verplaatsen? De spelersbus kan er niet langs. Alles land. Balbezit veroverd. Ajax is de koning van het balbezit hier. En dat... Oh ja hoor, ja, hier, de kans. Doe er wat mee. Nee. Die bal moet je beter wegwerken. Redding, super! Er is een wissel in voorbereiding. De bal komt voor het doel. Net over. Hij zat er wel goed bij. Nou, de volgende keer die bal naar beneden koppen. Dan is het de goal. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Davy Klaassen. Davy Klaassen. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Hij zit. Doelpunt voor Ajax. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor en de verdediger had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt.
trainer is het tijd om te wisselen. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Dat heeft hij uitstekend gezien. Een ware strijd op de bal. Gevaarlijke steekbal. Kijk, die keeper die reageert heel goed op de steekpaas. Naar de thuisploeg wordt hier overklast. En hoor eens, ik geloof dat de fans er helemaal stil van zijn. Ja, ik hoor eigenlijk helemaal niets meer. Je kunt de speld horen vallen. Ze zijn niet erg onder de indruk van een ploeg. Ze vallen helemaal stil. De voorzet is onderweg naar de tweede paal. Hij werkt hem weg. Gooit de bal voor het doel in zijn handen. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Hij levert hem zo in met de tegenstander. Slecht gespeeld. Davy Klaassen. De bal weer heroverd. Een sluwe steekpaas. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Goeie steekbal. Hoog gespeeld. Dribbelt verder richting doel. Ze raken de bal kwijt. Ja, kans voorbij. Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. En hij voorkomt dat doelpunt. Nou, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper. Bal komt voor het doel. Hij kopt hem over. Nou ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Nog 5 minuten te spelen in de reguliere speeltijd. David Neres krijgt die voordeel van de schetter. Dat is goed gedaan. Nu kan de voorzet komen. Koek, koek. Bal tegen de lat. Oh, die doelman mag van geluk spreken. Ja, hij is ook dolblij dat de bal op het aluminium kwam. En ook weer terugkwam. Ja, dat is zo'n bevrijdend geluid vaak, hè. Ping. En dan die bal terug in de handschoenen. Voordeel voor Ajax. De aanval van de Amsterdammers kan verder. En Neres passeert hem. Meteen genomen. Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks. Deze kan het doelman makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nog meer iets aan overhoudt. Taylor. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Kunnen ze profiteren van deze pass? Ja, mooi gedaan, zeg! Ja, afgelopen. De 3 punten zijn binnen voor Ajax. Wat was dit? Het leek soms wel een trainingspartijtje. Na deze zege hebben ze dubbel en dwars verdiend. Ze speelden ronduit uitstekend.
Hij zag hem al lang naast gaan. Komt er een doelpunt aan? Boom, goal! De 0-0 is van het bord. Gaat hij de gelijkmaker erin leggen? Doelman met een redding. En ze krijgen steun van de mensen op de tribunes. Hij stoomt verderop. De spelers van Ajax, ja. Die kunnen dat, hè. Die weten elkaar zo goed. Daar schiet hij. Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Hij gaat er via de paal in. De bal moet je beter wegbrengen. Redding, super! De bal komt voor het doel. Davy Klaassen. Hij zit. Doelpunt voor Ajax. Een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Hummel. En hij voorkomt dat doelpunt. Nou, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper. De bal komt voor het doel. Hij kopt hem over. Nou ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder. Ik maak...